Zeer tevreden. Maar dan niet over de eerste minuut. Want de eerste grote kans van de wedstrijd is voor WKE. Het is Giuliano Grot die in eerste instantie stuit op Peter van der Vlag. En in tweede instantie raakt hij de paal. Maar hier had WKE op voorsprong kunnen en misschien ook op moeten staan. Emmen aan de andere kant met Kelvin Meinert. Die bal had er best in gemogen. Emmen de bovenliggende partij in de eerste 45 minuten. Maar de ploeg vergeet één ding. En dat is scoren. En dat het hier Al Moubaraki zeker moeten doen. Maar het is Diederik Bangma die keert. Dit is een proefspeler, de Argentijn Maurizio Mazzetti. Hij geeft af op Mamedov en die schiet de bal net langs de paal. Maar opvallende man is dus die Argentijn Mazzetti. My manager zei, hey man, okay, no problem. I look for internet and okay, go, hey man. I like him, man. En ook de technische staf is onder de indruk van Mazzetti. Zijn proefperiode wordt nog met een week verlengd. Dit is 8 minuten voor rust. De 1-0 van Al Moubaraki. Een verdiende voorsprong. Ik heb vandaag een team gezien die bezig was met de kritiek die wij als staf hadden naar de groep toe. De spelopzicht, de disciplines die er, taakgericht was het. En daarbij in balbezit was het ook nog heel dominant. Die dominantie viel in de tweede helft een beetje terug. Misschien wel door wat wisselingen in de ploeg van trainer Joop Gal. Dit is de kans van WKE. Zo'n 20 minuten voor tijd. Maar de kopbal van Wil Koops gaat over. Diepe bal van Mazzetti. Mamedov pikt op. Bangma keert dan nog. En dan is het Ruud ter Heijden. Die scoort. Maar de bal wordt van de lijn gehaald door Guus de Vries. Ter Heijden dus niet met de 2 tegen 0. Maar even later weer ter Heijden. En de paal. En zo wordt het dus geen 0-2 voor FC Emmen. Nee, sterker nog, aan de andere kant scoort WKE in de allerlaatste seconde van de wedstrijd. Het is Wil Koops met wat geluk. Maar de eindstand tussen WKE en Emmen is dus 1 tegen 1.